De groep Rexat heeft de eerste Capture the Flag-competitie Paramaribo 2019 gewonnen. Deze hacking-competitie is voor het eerst in Suriname gehouden en afgelopen woensdag georganiseerd door het online cybersecurity-bedrijf Secured by Design. Capture the Flag gaat om een oefening waarbij IT-professionals en studenten meer over cybersecurity leren, maar dan vanuit het perspectief van een inbreker of hacker. Vier teams hebben digitaal ingebroken bij Paydeal, een gecreëerde online betalingsplatform om creditcardnummers van klanten te stelen. Rexat heeft in 4 uren de meeste creditcardnummers kunnen stelen. Paydeal is uiteraard fictief, maar het netwerk en het verkeer zijn echt geweest. Het komt erop neer dat er verschillende mogelijkheden zijn om op afstand in te breken en controle te krijgen over de computer, systemen en netwerken, bedrijfsgegevens en persoonlijke informatie. Dat is ook een eye-opener geweest voor de deelnemers. Uiteindelijk hebben 4 groepen meegedaan aan Capture the Flag. Rexat heeft €500 gewonnen, nummer 2 Fernandez Group Hackers €200 en de nummer 3 ging er vandoor met €100 en dat was Poltergeist. Onze collega René Gompers is tot het einde van de competitie aanwezig geweest en van hem hebben we deze informatie. De Capture the Flag competitie wordt een jaarlijks terugkerend evenement.